Desso is een leidende speler op het gebied van tapijttegels voor kantoren. Je vindt ons op de Zuidas, op Canary Wharf in Londen, in La Défense in Parijs, eigenlijk door heel Europa en steeds meer over de hele wereld. En we zijn een leidende speler op het gebied van kunstgras voor voetbalvelden, hockeyvelden en tennis. 80% van onze totale business is carpet, hè, tapijt, en 20% is sport. En binnen die carpets kun je verschillende business categorieën onderscheiden. De eerste is business carpets. Dan hebben we een divisie voor hotels. Onze tapijten vind je bijvoorbeeld in De Zijnde en in het Amstel en heel veel Hiltons en Marriott's. Een divisie voor cruise ships. De helft van de cruise ships in de wereld die varen met Desso tapijt. En dan hebben we nog een divisie voor vliegtuigtapijt. Het allerbelangrijkste voor een bedrijf, en zeker voor Desso, is innovatie, innovatie en nog eens innovatie. En hoe doen we dat? Dat doen we door drie dingen zeer goed te doen. En dat is ten eerste creativiteit, dat is een drijver van innovatie. Ten tweede functionaliteit, is een drijver van innovatie. En cradle to cradle, is een drijver van innovatie. Nou, wat bedoel ik met creativiteit? Wij waren altijd wel behoorlijk goed in kwaliteit en service en redelijk goed in design. Maar wij willen gewoon de winnaars zijn op het gebied van design. En daarom werken wij met Circles of Architects over alle key landen in de wereld. En die Circles of Architects, daar gaan onze R&D-mensen naartoe en onze marketingmensen naartoe. En die gaan er met kleuren en materialen naartoe, krijgen input op de kleuren en materialen. En zegt die architect, ja, dit is geweldig, dat is niks, dat zou je een beetje anders moeten doen, dat zou je moeten combineren, zus en zo. En de secret is, je kan wel cradle to cradle gaan, maar dan ben je er niet. Dat gaat pas werken als je het combineert, zeg ik altijd, met stunning design. Wij willen stunning design. Dat wil niet zeggen dat het grootste gedeelte van onze producten die verkopen stunning design is. Want ik kan er ook niks aan doen. Heel veel klanten die willen gewoon een grijze of een beige tapijt. That's okay. Maar het is wel heel belangrijk om trendsetter te zijn. En zeker in samenwerking met die architecten. En het resultaat daarvan is dat wij nu in de markt als trendsetter worden gezien, terwijl we daarvoor een soort trendvolger waren. Nou, de tweede functionaliteit driver, daar ga ik zo op in, maar cradle to cradle, dat is een hele belangrijke driver van innovatie, want bij cradle to cradle gaat het erom people, planet, maar gelukkig ook profit, de drie P's. Dat je producten maakt van zulke zuivere materialen, dat je ze eindeloos kan recyclen. En dat is iets heel anders dan gewone recycling, want bij gewone recycling let je niet zo goed op hoeveel toxische materialen erin zitten. Dus cradle to cradle gaat erom dat je producten maakt van hele zuivere materialen en dan recycelt. Nou, doordat wij daar door cradle to cradle werden opgewezen, zijn we ook naar andere elementen van binnenluchtkwaliteit gaan kijken. En daarbij met name naar fijnstof. En fijnstof, daar zitten aan vast bacteriën, virussen, pollen en allergenen die je niet kunt zien. Het is kleiner dan 50 mu. 10 mu gaat in je longen, 2,5 mu gaat in je bloedvatsysteem. En wat blijkt nu? Dat uit een studie van wetenschappelijke studies van de Astmabond in Duitsland, het blijkt dat in een ruimte met harde vloeren, de hoeveelheid fijnstof die je inademt in de lucht, is 2 à 3 keer zo hoog dan in een ruimte met tapijt. En doordat we deze wetenschap hadden, hebben wij gezegd tegen R&D, maak een product, tapijt tegen, die veel beter is nog dan gewoon tapijt, om die fijnstof vast te houden. Nou, en dat is een nieuw product, dat noemen wij Desso Airmaster. En dat product is dus 8 keer zo goed dan harde vloeren om fijnstof uit de lucht te halen en 4 keer zo goed dan gewoon tapijt. Nou, dat is, dan heb ik het dus over functionaliteit, binnenluchtkwaliteit. Dat is een drijver van innovatie. Een ander element van functionaliteit is geluidsabsorptie. En we hebben op basis daarvan de Desso Soundmaster ontwikkeld. En die tapijttegel is de stilste tapijttegel ter wereld. En dat is ook een belangrijk gegeven. Want kinderen, de snelst groeiende ziekte onder kinderen is astma. Een ander groot probleem voor kinderen is concentreren op school. Nou, dit zijn producten en een combinatie van die twee producten die dat adresseren.